is een hele spannende stap, moet ik natuurlijk wel zeggen. Ik kom daar ik ben helemaal alleen, heel onbevangen. Maar ik weet dat ik, ze zeggen in ieder geval dat ik goed opgenomen zal worden daardoor de meiden die er al zijn. En ja, het is fantastisch, gewoon dit wil je als sport zijn. Als atleet wil je dit eigenlijk wel behalen. Denise Blankenzee heeft een studiebeurs bemachtigd waarmee ze kan bowlen en studeren in Amerika. Ze gaat spelen voor het team van de Universiteit van Houston. Ja, Bearcats. Dat vind ik heel super tof. En ook wat ik... Mijn liefdeskleur is oranje. Nederland is natuurlijk ook oranje, is hartstikke mooi. Maar het teamlogo daar is ook oranje, dus het koppelt mooi aan elkaar. Ik vind het echt wel heel leuk. Het is niet voor effen, hè? Nee, het is 4 jaar. Ja, dat is ook wel belangrijk... onderdeel in mijn besluit geweest. Ik bedoel, ik heb een tweelingzus, dat is eigenlijk mijn alles. En die ga ik ook echt het meeste missen van alles. Maar ik zeg ook, ja, als ik deze kans niet pak, ik bedoel, hoeveel krijg ik deze kans? En ik wil niet spijt krijgen als ik later terugkijk op dit besluit. Dus ja, ik ga het gewoon doen. Ik sta er met volle 100% achter. Maar Amerika is wel bol Walhalla, zou je kunnen zeggen. Ja, zeker. Ja, hier moet ik telkens uitleggen wat ik doe, wat het is. En daar is het gewoon, het wordt daar veel meer gewaardeerd, heb ik het idee. En dat is natuurlijk super. Ken je de Jel al van jullie team? Nee. Ik ben niet zo heel uitbundig met schreeuwen en zo. Maar ik heb al te horen gekregen dat dat wel de bedoeling is. Dus aanpassing maken, dat zal gebeuren. Maar we gaan het zien. Go Bearcats. Ja, misschien wel.